Het is in Nederland nog steeds verboden om te praten over een hogere prijs voor emissierechten of gewoon een emissieprijs, emissiebelasting. En zolang we niet bereid zijn om onder ogen te zien dat er hogere prijzen nodig zijn, blijft ons klimaatbeleid ineffectief. De winst is dat in Parijs nu duidelijk alle landen hebben uitgesproken dat ze graag klimaatveranderingen willen beperken tot onder 2 graden. Je zou kunnen zeggen wat we in Nederland dus ook al hebben besproken in het energieakkoord, doelstellingen, dat we willen dat de emissies omlaag gaan, dat er meer hernieuwbare energie komt. Dat soort doelstellingen zie je nou ook op een wereldwijd niveau. Dat is de winst. En je ziet dan ook een mooie symmetrie, dat hetzelfde probleem dat we in Nederland kennen, kennen we ook op internationaal niveau. Er wordt wel gesproken over wat we graag willen bereiken, maar het is onmogelijk om op beleidsniveau te praten over hoe we het willen bereiken. Binnen Nederland, zowel als binnen op wereldniveau, is het onmogelijk om te praten over koolstofbeprijzing bijvoorbeeld. Er wordt wel gesproken in termen van we hebben zoveel windmolens nodig of we hebben zoveel zonnecellen nodig. Maar er wordt niet gezegd over hoe krijg je nou het bedrijfsleven zover om mee te doen. En het is economisch duidelijk. Je hebt het bedrijfsleven nodig. De overheid kan niet in haar eentje het energiesysteem veranderen. En dat is nodig om het klimaatprobleem te verminderen. Het bedrijfsleven is nodig, maar het bedrijfsleven kan alleen meedoen als hij daar geen verlies op maakt of als hij winst kan maken. En het bedrijfsleven kan alleen winst maken met schone innovaties als er werkelijk de prijs voor schone innovaties goed is of als de prijs voor vervuiling hoog is. Dat betekent er moet een prijs zijn op de emissies van CO2-rechten. Zolang als we dat niet kunnen bespreken op wereldniveau, maar ook op Nederlands niveau, kunnen we niet verwachten dat beleid effectief is. En zullen we elke keer opnieuw zien dat we komen met mooie ideeën, een mooi energieakkoord, waarin we zeggen hoeveel hernieuwbare energie we willen hebben, maar dat als het erop aankomt om het uit te voeren, dat we ontdekken dat we het niet halen. Omdat we niet hebben na mogen denken, niet mogen denken over hoe we het willen halen. Waar komt die onwil vandaan? Er zijn duidelijk partijen binnen Nederland voor wie het woord belasting een negatief geladen woord is. En een koolstofprijs klinkt hetzelfde als een koolstofbelasting. En dat is een taboe. Net zoals 10 jaar geleden de hypotheekrenteaftrek taboe was als politiek woord. Zo is op dit moment nog steeds een koolstofprijs taboe binnen bepaalde partijen als beleidswoord. En zolang als dat taboe er is, kunnen we eigenlijk niet effectief vergaderen in ons poldermodel over hoe we verder willen. En datzelfde zie je ook in de vergaderingen van Parijs en de uitkomsten. Het is niet bespreekbaar. Ja, inderdaad. In Parijs was het heel duidelijk omdat sommige landen zoals Saudi-Arabië, die willen niet dat er ter sprake komt dat hun producten die zij verkopen, fossiele brandstoffen, dat die belast zouden moeten worden. Dus die landen houden dat duidelijk tegen. Binnen Nederland is het zo dat er is een kleine groep van energie-intensieve industrieën. Zij zijn degene die moeten betalen als er een CO2-prijzen komen. Er zijn andere industrieën die voordeel hebben. Het is, in principe is het vooral een verschuiving van lasten. Het is niet de vraag hoeveel wij als Nederland extra moeten betalen, maar het is de vraag welke industrie moet meer betalen, welke industrie gaat voordeel hebben. En de industrieën die nadeel hebben, die zorgen ervoor dat het niet bespreekbaar blijft.